Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. Het onderwerp van deze webles is trillingen en golven. Wat maakt nu een trilling? Wanneer is een beweging een trilling? Daar heb je eigenlijk twee dingen voor nodig. Je moet een beweging hebben rond een evenwichtstand. En de, uh, de beweging moet zich om de zoveel tijd herhalen. Dus je moet een periodetijd kunnen herkennen. En een bekend voorbeeld hiervan is een uh, cardiogram, waarbij eigenlijk de stroom als een soort beweging is weergegeven op het scherm. En je ziet dat om de zoveel tijd het uh, patroon zich herhaalt. Wanneer je te maken hebt met de periodetijd, dan kun je ook altijd een frequentie. Berekenen met de formule f is 1 gedeeld door t. Daarnaast is bij een trilling ook de amplitude van belang, en de amplitude is de maximale uitwijking van die evenwichtstand. Een ander voorbeeld van een trilling zie je in het volgende filmpje, waarbij je twee gewichten ziet, twee massa's die op en neer trillen omdat ze aan veren vastzitten. En dit is ook nog eens een voorbeeld van een speciale soort trilling. Namelijk een harmonische trilling. En je hebt te maken met een harmonische trilling wanneer er in de situatie, of in de natuurkundige situatie, uitgegaan mag worden van de wet van Hoek. En wat houdt die wet van Hoek nu in? Nou, die houdt eigenlijk het volgende in: er moet altijd een kracht werken op het voorwerp, gericht naar de evenwichtstand. En die kracht moet recht evenredig zijn met de uitwijking. Dus als de uitwijking twee keer zo groot wordt, moet de kracht ook twee keer zo groot worden. En als de uitwijking negatief is, dan is de kracht positief, want tegengesteld gericht, en vice versa. Als dat zo is, dan kun je de beweging die het voorwerp gaat uh, ondervinden, kun je beschrijven door middel van een sinusfunctie. Nou, deze formule hoef je niet echt te gebruiken, het is wel handig als je hem herkent. Wanneer we te maken hebben met een massa-veersysteem, heb je nog een formule die je kunt gebruiken, namelijk een formule om de periodetijd uit te rekenen. En die blijkt af te hangen van zowel de massa van het, van het voorwerp eh, en de veerconstante van de gebruikte veer. Als je nou deze beweging uit gaat zetten in een grafiek in de loop van de tijd, dan krijg je bij een harmonische trilling iets wat er zo uitziet, een eh, sinus. En uh, je kunt herkennen dat we hier te maken hebben met een trilling, omdat op de x-as de tijd is uitgezet en op de y-as een, een afstand, namelijk de uitrekking, uitwijking ten opzichte van de evenwichtstand. En met een harmonische trilling kun je ook nog uh, iets anders. Je kunt de maximale snelheid berekenen. En de maximale snelheid van het voorwerp, die heeft het voorwerp op het moment dat het telkens door de evenwichtstand gaat. En die maximale snelheid die is gelijk aan 2π. Maal de amplitude gedeeld door de periodetijd. Je kunt het ook uh, hebben over een fase. Een fase geeft eigenlijk aan hoe vaak een voorwerp getrild heeft. En de gereduceerde fase. En dan zeg je eigenlijk, ik ben alleen maar geïnteresseerd in hoeveelste van een trilling het voorwerp zich nu bevindt. En de afspraak is dan uh, wel dat de trilling begint op het moment dat het voorwerp naar boven gaat door de evenwichtstand heen. Dus dat is helemaal links in het plaatje hier. Wanneer je twee verschillende tijdstippen gaat vergelijken, dan kun je het ook hebben over een faseverschil. En een faseverschil kun je uitrekenen met de volgende formule. Faseverschil is namelijk altijd gelijk aan het uh, tijdsverschil tussen de twee punten gedeeld door de periodetijd. Nou, om nog even terug te gaan naar deze situatie: hier zie je dus twee trillende voorwerpen, waarbij uh, het faseverschil dus tussen beide voorwerpen precies een half is. Het ene voorwerp ligt, ligt precies een halve trilling voor. Ja, of achter, het is moeilijk bekijkt, op het andere voorwerp. Dus faseverschil een half. Een term die ook om de hoek komt kijken als je het hebt over trillingen is de term resonantie. Wat houdt resonantie in? Eigenlijk kun je van resonantie spreken wanneer je te maken hebt met twee zaken. Je hebt een, een voorwerp of een systeem die een bepaalde een voorkeursfrequentie heeft waarin het gaat bewegen. Ook wel eigen frequentie genoemd. Nou Denk bijvoorbeeld aan een massa aan een veer. En je hebt een frequentie die van buitenaf wordt uitgeoefend op dat systeem. En dan blijkt er in sommige gevallen iets te gebeuren. En dat kun je ook wel in, de, in het plaatje rechts zien. Als die begint uit vrijwel stilstand, het blokje. En dan wordt door middel van het kleine rode blokje erboven, wordt er een... een frequentie van buiten uh, op, uh, uitgeoefend, dan zal er resonantie plaatsvinden wanneer die twee frequenties aan elkaar gelijk zijn. En resonantie houdt in dat de amplitude waarmee het blokje gaat bewegen in de loop van de tijd enorm veel groter gaat worden. En dat kan, uh, dat kan hele vervelende situaties hebben als je te maken hebt met constructies. De term resonantie is van belang. Naast trilling hebben we natuurlijk ook te maken met een ander verschijnsel, en dat is het verschijnsel golf. En het mooie is dat een golf heel erg te maken heeft met trillingen. Kijk maar eens naar het, uh, het plaatje. Uh, in het plaatje zie je eigenlijk vijf verschillende ballen aan, uh, aan veren op en neer trillen. Ze trillen allemaal met dezelfde frequentie en ze trillen allemaal met dezelfde amplitude. Maar doordat ze niet allemaal precies op hetzelfde moment naar boven en naar beneden bewegen, maar dat ze, doordat de ene net iets later begint dan de andere, krijg je dat ze met z'n allen een beweging suggereren. En die beweging wordt hier weergegeven door middel van de rode lijn. Het lijkt net alsof er iets van rechts naar links beweegt, en dat iets noemen we dan een golf. Ook deze golf heeft een aantal uh, karakteristieke grootheden. Natuurlijk kunnen we hier ook spreken van de evenwichtstand en van de periodetijd. En die is gelijk aan de periodetijd van alle losse uh, op- en neer bewegende massa's. We kunnen het dan ook hebben over een frequentie en over een amplitude. Wat maakt nou uh, die golf speciaal vergeleken met de trilling? Je kunt het hier ook hebben over een golflengte. Als je namelijk die rode lijn ziet, hier is ook precies getekend één hele golf. Van boven helemaal naar beneden, weer terug naar helemaal boven. Die neemt nu een bepaalde afstand in, in dit plaatje. Want eh, er is een afstand tussen de eerste en de laatste eh, balletje. En in deze situatie is dat precies één golflengte. Dus de eenheid van golflengte is de meter. Als je nu kijkt naar die top bijvoorbeeld, dan zie je die top van rechts naar links bewegen. Die top. Lijkt de snelheid te hebben. Nou ja, die top heeft een snelheid. En die snelheid noemen we dan ook de golfsnelheid. Er blijkt een verband te zijn tussen de golflengte en de golfsnelheid en de frequentie. En dat is de volgende formule. De snelheid is gelijk aan de frequentie maal de golflengte. Dus die kun je altijd gebruiken. Als je twee van de drie weet, kun je de laatste altijd berekenen. Wat is ook handig om niet te vergeten als je het hebt over golven dat wanneer je te maken hebt met de geluidsgolf of wanneer je te maken hebt met licht, radiogolven of andere soorten elektromagnetische straling, dat je dan eigenlijk altijd de golfsnelheid al weet, want die golfsnelheid is dan niks anders dan de geluidssnelheid of de lichtsnelheid, afhankelijk van uh, het soort golf dat je mee te maken hebt. Bij de geluidssnelheid is ook nog van belang hoe warm het is, want de geluidssnelheid die neemt toe naarmate het warmer wordt. En uh, in binas Kun je dat in een tabel allemaal terugvinden. Dan is er nog een onderscheid tussen twee soorten golven die je hebt. Je kunt hebben transversale golven en longitudinale golven. En het is zaak dat je ze uit elkaar houdt bij een transversale golf. Kijk naar het plaatje. Beweegt elk um, onderdeeltje van boven naar beneden. Elk stipje die je daar ziet beweegt op en neer. Samen maken ze een golf die lijkt in dit geval van links naar rechts te bewegen. Dus de beweging van de trillingen staat loodrecht op de beweging van de golf. Als dat zo is dan noem je dat een transversale golf. Wat is dan longitudinale golf? Nou, je raadt het misschien al, het plaatje is iets moeilijker om te, te bekijken, maar bij een longitudinale golf bewegen de trillingen allemaal in dezelfde richting als dat de golf zich beweegt en in het plaatje daaronder bewegen zowel de trilling als de golf. Zich in het horizontale vlak. Hoe ziet een golf er nou uit als je dat in een uh, grafiek zet? Nou, dat kun je in het plaatje bovenin zien. Daar is uh, precies één golf weergegeven. En hoe, hoe herken je nu dat het een golf is? Want het lijkt heel erg namelijk op een trilling, het plaatje. Je herkent het aan uh, de grootheid die op de x-as staat uitgezet. Bij een golf staat daar een afstand uitgezet. En in het plaatje van de golf kun je ook precies één golflengte zien. Terwijl bij een trilling je het, je het hebt over een tijd op de x-as. En in het plaatje van de trilling, de blauwe lijn, dan zie je precies een periodetijd. Ook bij een golf kun je het hebben over faseverschil. Je hebt bij een golf te maken met een faseverschil wanneer je kijkt naar twee punten die zich op twee verschillende afstanden bevinden. En het faseverschil is niets anders dan de afstand tussen beide punten gedeeld door de golflengte. Vergelijk dat nog maar even met uh, het faseverschil van een trillingstijd. Dan ging het om het tijdsverschil gedeeld door de periodetijd. Tot slot nog even één laatste opmerking over die golf. Als je kijkt naar een plaatje van een golf uh, en die golf gaat uh, bijvoorbeeld van links naar rechts. En je wil kijken waar het begin van de golf zich bevindt, de kop van de golf. Dan is dat altijd aan de rechterkant. Dus het rechtse rode puntje van die drie punten, daar bevindt zich het begin van de golf. Dus bij een golf moet je eigenlijk precies de andere kant op kijken dan je gewend bent.